We zijn hier momenteel op het schoolplein van de Kleine Dichter. Dat is een basisschool in de Dichterswijk. En vandaag vieren wij feest omdat onze school, eigenlijk de voorgangers ook van deze school, 100 jaar bestaan. De afgelopen tijd hebben we op school heel veel daarover gesproken met de kinderen. We hebben er veel dingen zelf over uitgezocht. En als je wat wil vertellen aan kinderen, moet je zelf ook het nodige weten. Dus ik heb ook wat dingen opgezocht, ja. Deze school, zoals je die daar ziet staan, die is de derde versie van de school waar we eigenlijk het 100-jarig bestaan van vieren. Eerst stond de school aan de overkant van de weg, maar de wijk is aangepast, de weg moest worden rechtgetrokken. Dus de school is afgebroken en daar is een nieuwe gebouwd. Maar daarvoor, en dat is waar we het 100-jarig bestaan eigenlijk van vieren, stond de Dr. de Visser school, dat is de voorganger van deze school, waar nu de Albert Heijn is, aan de Vondelaan. Wat is nou echt een bijzonder verhaal dat u ontdekt heeft in uw zoektocht naar de geschiedenis? Nou, wat heel leuk was, we hebben in het Utrechtse archief zijn nog foto's van de eerste school. Dus toen die gesticht werd, heette die nog niet de Dr. de Visser school. Maar op die foto's van de allereerste school, daar zie je dat kleuters aan het spelen zijn in het lokaal van een vreubelschool, zo heette dat toen. Daar komt ook het woord vreubelen vandaan. En je ziet eigenlijk dat ze dezelfde dingen doen in de klas daar als wat we nu nog steeds doen. Dus er is veel veranderd in 100 jaar tijd, maar eigenlijk ook niet zoveel eigenlijk. Ja. Hey, wat vind jij hiervan, wat hier allemaal gebeurt? Heel leuk, want er is een rat van Fortuin en een vriend van mij heeft al wat gewonnen. En daar ergens, daar is een zwembad met de balk erover. En daar gaan dan kinderen met de skipbal tegen elkaar aanslaan. En dan kunnen ze in het zwembad vallen. Nou jongens, wat vinden jullie allemaal wat hier gebeurt vandaag? Ja, ik vind het wel leuk wat er vandaag allemaal hier gebeurt. 100 jaar de Kleine Dichter. Superleuk wat hier allemaal georganiseerd is. En nou hebben jullie ook, heb ik begrepen, hebben jullie ook lessen gehad op school over het 100-jarig bestaan. Wat vond je daarvan? Ja, we hadden het vooral over de auto's die ook 100 jaar geleden gebruikt werden. En hoe was het anders dan de auto's van nu? Ja, heel anders. Die waren heel veel voor off-road. Wat hoorde je van de kinderen? U zei net ook al met een krijt en op echt een bord. Ja. Hoorde u daar dingen van dat ze zaten te kijken van, ging dat zo vroeger? Ja, nou dat is met name de strafmaatregelen die ze vroeger hanteerden. Daar merkte ik dat de kinderen daar heel uitbundig op konden reageren. En, en dat ze dat natuurlijk ook echt ongelooflijk vonden om dat te bedenken. Dat ze inderdaad in een hoek werden gezet of dat er inderdaad met een liniaal nog op de handen werd geslagen. Of dat een leerkracht aan het roken was in de klas. Ja, dat zijn dingen die nu onvoorstelbaar zijn in het onderwijs. Dus dat vonden de kinderen, dat weet ik zeker dat ze dat stukje hebben meegenomen. Maar ook eigenlijk hoe anders hun klas er ingericht uitzag. Hè, dat kinderen, het stukje samenwerken wat wij veel doen op school, ja, dat kwam in die tijd nog niet zo terug. Dus daar merk je wel dat de kinderen dat eigenlijk altijd heel vanzelfsprekend vonden. Maar dat ze daar nu wel wat meer over na hebben gedacht. Heb je al wat gehoord van de kinderen wat ze ervan vinden allemaal? Ja, super gaaf. Ze kwamen binnen helemaal enthousiast. Ze kwamen rennend naar buiten. En wat ik zo zie is dat ze het super leuk vinden.